ik geniet hier zo intens. En juist met al die mensen en de groep is heel goed en gezellig. En we passen goed bij elkaar en er is geen probleem. Er zijn geen irritaties voor zover ik weet. Maar juist omdat het zo leuk is en omdat je zo intens geniet, mis ik het dat ik het met niemand kan delen. Ja. Goedemorgen! Sofie is de ochtendopname vergeten, dus dan doe ik hem even. Vandaag heb ik een nieuwe Truth or Bullshit. Een andere naam voor het land Georgië is... Vierschan? Ja. Is Vierschan. Dit betekent ook wel het land van de beer. Dit komt omdat heel veel beren leven in Georgië. Nu ben ik benieuwd, is dit Truth or Bullshit? Een echte Georgische supermarkt. Sofie? Ja. Red Bull! Motten we hebben, jongen. Lekker vleesje. Lumpias. Snoep. Drank. Mega klein, hè? Hier. Maar ik heb ook nog zeven. Gekke producten. Ja, broodjes. Ja. Wij liggen ondertussen alweer een paar uurtjes op het strand. Ik begin echt zo waar best wel bruin te worden. Ik zie mijn andere bikini nog lopen, maar daar zijn we aan het werk om dat weg te krijgen. En ik was er even een half uurtje tussenuit om vlog te editen. Het goede nieuws is dus dat ik hier wel gewoon wifi heb. Super sloom. Hij doet er ongeveer 2 dagen over om een vlog te uploaden. Maar die accepteer ik met liefde, omdat het dan wel kan. Ik hoop dat je me trouwens goed hoort, want het waait hier best wel hard. Maar ik moet wel gelijk eerlijk zeggen, ik stop er minder werk in dan normaal. Omdat we hier natuurlijk wel gewoon met de groep zijn en we trekken constant met de groep op. En ik vind het dan ook vervelend dat ik dan mezelf afzonder, weet je wel. En zij weten dat ik dit doe en dat ik dan mijn vlogs moet editen. En ze doen heel leuk mee en ik geniet daar echt heel erg van. Maar dan weten jullie in ieder geval, ik zag ook dat ik dan een intro was vergeten. Of ja, net eventjes weer geen doorkliklinks heb, dat soort dingen. Ja, dat is gewoon omdat ik ook vakantie heb, een soort van. En dit is ook altijd wel een soort van extra werk voor mij. Het is niet echt mijn baan, maar het is wel... Je moet er altijd rekening mee houden, je moet het altijd doen. En ik vind het heel leuk om te doen. Alleen nu staat het gewoon even iets op een lager pitje. Dus vandaar. Ik sta hier gewoon lekker aan de zee. Super lekker weer vandaag. We gaan zo meteen even een broodje eten, middag eten. En vanavond blijven we ook gewoon hier gezellig genieten. Ik had gisteren met Mike over. We hadden gisteren vet laat gemaakt met z'n drieën. Mike en Ilias broertje, Miro en ik. En we hebben met z'n drieën heel veel spelletjes gespeeld en zo. En het was super leuk, want hij kan echt... Hij kan niet... Nou, eigenlijk gewoon... Nee, hij kan geen Engels. Gewoon nada. En hij probeerde het echt met de Translate app. En hij zit echt een beetje met me te flirten. Zo schattig. Maar ja, ik weet ook niet zo goed dat ik daar dan mee moet, weet je wel. Ik ben ook maar gewoon een heel preuts meisje dan eigenlijk, kom ik dan achter. Maar toen zei ik nog tegen Mike van, ik geniet hier zo intens. En juist met al die mensen en de groep is heel goed en gezellig. En we passen goed bij elkaar en er is geen probleem. Er zijn geen irritaties voor zover ik weet. Maar juist omdat het zo leuk is en omdat je zo intens geniet, mis ik het dat ik het met niemand kan delen. Dat ik zo gelukkig ben. Het is heel dubbel, want ik ben aan de ene kant zo gelukkig hier. En dan realiseer ik me dat mijn leven er heel anders uitziet dan ik misschien een half jaar geleden had gedacht. Misschien een jaar geleden. En dat het helemaal niet zo verkeerd is. Maar toch zou ik dat dan graag aan iemand willen vertellen of zo. Het is een beetje wennen nog. En ja, juist nu ook, omdat je dan een beetje een soort van verder aan het gaan bent. Dat ik denk, maar hoe dan? Ik weet niet hoe dat moet. Maar ik heb het hier heel goed en... Ik voel me heel gelukkig en ik ben heel dankbaar dat ik dit soort dingen met zulke mensen kan doen. En dat ze zo leuk doen met vloggen en dat ik me echt geaccepteerd voel voor wie ik ben. Ja, ik ben echt een gelukkig mens hier in Georgië aan de zee. Ik ga weer even lekker terug en dan, ik zie jullie straks alweer. Ik vlog minder dan normaal ook. De vlogs zijn anders dan normaal en ik hoop gewoon dat je ervan geniet, net als ik. Nou, wil jij een lichtje erbij of maak ik een foto? Ik heb al lichtje. Oh, jij wil een foto maar. Hallo, ik ben vis. Ja, klopt toch?
lang heb jij op je eten gewacht? 1,5 uur. Hey. Wow, ik verbaas me elke keer weer over die flits. Wodka. Ganja man. Wodka. Auw, auw, auw. Oeh, dat is op de foto zien er terecht uit, hè? Ja, zo ja, met die flits erop lijkt het nog erger. Het moment dat iedereen wil slapen, mevrouw Welgraven de Nintendo DS erbij pakt. Ai. Ja, echt hè? Dubbelscherm. Dubbelscherm. Ze doet koken, toch? Ja, man. Koken. Bak er niks van. Wel! Dat was een mooie dubbele. Bak er niks van. Nee, man. We moeten slapen. Geen brain training. Ik zit even te checken of mijn scheiding wel goed zit ondertussen. Maar niet uit. Is het huis trouwens gefixt? Welk huis? Ah, zal wel niet. Welk huis? Ja, in Tbilisi. Nee, dat is niet gefixt. Daar hebben we niks meer van gehoord. 3 dagen later. Oh, ik ben echt zo verbrand, jongens. Train je brein, hoop het. Check mijn neus ook. Daar is het. Sudoku! Terug. Oké, okay, we gaan eens lekker slapen. Trusten, Mike. Trusten. Trusten, Inky. Ja, trusten. Tot morgen. Tot volgende week. Tot volgende week. Goedemorgen. Dit is de eerste dag dat ik echt goed geslapen heb. Maar op een of andere manier word ik daardoor juist heel moe wakker, gek genoeg.